Laten we zeggen dat het in elk geval duidelijk mogen zijn, urbi et orbi, dat ik de zaken op scherp heb willen stellen. Mede omdat de gesprekken waarover de vorige maanden sprake geweest is, niet echt vooruit gaan. Er zijn natuurlijk een paar beginselen die dan met elkaar in conflict dreigen te komen. Hè. Er is inderdaad een liberaal beginsel, of een beginsel van vrije toekomst van de consument om reclame te mogen of te kunnen doorspoelen. Ik heb er op zichzelf ook geen enkel probleem mee, hè. Daar gaat het mij niet om. Ik denk ook niet dat reclame doorspoelen dat een mensenrecht is, maar dat is dan weer iets anders. Maar een ander liberaal... Dat is wel een beetje ook de teneur van sommige reacties geweest. Hè. Dus ik ben niet voor of tegen reclame. Laat me per se per definitie koud. Bij diverse populaire titels wordt er nu al meer uitgesteld gekeken dan live. En nogmaals, ik vind dat helemaal niet verkeerd. Hè. Ik wil de mensen hun comfort gunnen. Ik doe dat zelf ook. Hè. Mijn kinderen maken daar nu grapjes over tegen mij. Mogen we de reclame doorspoelen of niet? En ik lach dan eens groen, hè. Maar vervolgens kijken we dan verder.